Hallo en goedemorgen. Dit is video 19 van de 100 dagen challenge Break Free from the Chains. En vandaag gaat het over jezelf zijn met een hoofdletter Z. En dan wel 100% jezelf zijn. En hoeveel is dat dan? En wat is daar het voordeel van? En wat is het ongelooflijke nadeel als je dat niet doet? Net als de rest van de mensen hier op aarde. Mijn naam is Merel Slotboom en ik noem mezelf The Kinesiologist on the Move. Want ik ben onderweg met mijn mooie lieve camper en in prachtig Zweden nu. Hele dagen met sneeuw en hagel, tuurlijk. Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. En dat geeft me dan ook weer de kans terwijl ik met Jane buiten loop, mijn hond. Je hoort gesmak hieronder. Ik doe een experiment. Ik koop altijd stokjes voor haar, kluifjes, dingetjes. En die vindt ze lekker, maar ze heeft op het moment een beetje veel trek. En als ik worteltjes eet, dan wil ze altijd ook een wortel. Dus dan bijt ik een hapje voor mij en een hapje voor haar en een hapje voor mij. En zo lopen wij dan buiten en dan loopt ze de hele tijd achter me aan, zo zonder riem. Zo van, misschien krijg ik nog wel een hapje. Het experiment is nu dat ik er gewoon een hele wortel heb gegeven. Dus er komt heel veel gesmak onder die tafel vandaan. Misschien hoor je het wel. Ik ben het niet. Het is Jane. En volgens mij gaat het goed. Ze vindt het lekker. Ik heb er nog één liggen als het erg dwingend wordt. Dus dan hebben wij nog even de tijd om samen door te werken. Het smakken wordt alleen maar erger. Dus misschien toch niet zo'n goede timing. Jezelf zijn. Ik denk dat ik even eerst bij mijzelf begin. Ik denk dat ik in mijn jeugd niet zoveel mezelf ben geweest. Want dat was heel onveilig. Want als ik mezelf was, dan was dat niet goed genoeg of niet de bedoeling. En dan ging mijn kop eraf. Dus ik heb heel vroeg geleerd om me aan te passen. Ik ben daar dan ook heel erg goed in. Ik kan ook heel goed voelen hoe en wie en wat ik moet zijn. Ja, dat is natuurlijk een survival mechanism. Een overlevingsmechanisme. Dat begrijp je wel. En wanneer je naar movimenten.nl gaat en je was daar nog niet eerder, dan krijg je binnen 10 seconden krijg je een pop-up te zien. En daar staat 99% van de mensen is in de overleving. Als je daar je naam en je e-mail invult, dan krijg je niet alleen de white paper, zo heet dat. Dat is een document wat ik gemaakt heb over overleving en wat je zelf kan doen om je veiliger te voelen. Nou ja, alle 18 video's hierover gingen natuurlijk ook gewoon daarover. En je kan pas je grote of je echte zelf zijn wanneer je als mensje veilig bent. Dus als je uit het ego-bewustzijn en de overleving stapt en je stapt in liefde en licht. Dan ga je verbinden met je ziel en het grotere geheel. En dan word je je grote zelf met een grote Z. Dus heb je die nog niet? Vul hem even in. Groot voordeel is dat je dan bij mij ook gelijk op mijn mailinglijst staat. Ik post bijna elke week wel een nieuwsbrief. En horen jullie het geknor? Ik geef er nog één wortel, jongens. Eén tel. Nou, nog één dan, Jane. Huppakee. En daarna moet je gaan slapen, oké? Het is wel goed om te weten, want ik ben wel eens zonder stokjes. En wortels zijn er altijd. Dus, goed te weten. Eet smakelijk. Doe je ding. Ja, waar ligt die? Oh, volgens mij heb ze hem laten vallen. Moment. Meisje, ik ben een video aan het opnemen. Ga maar eten. Oh, dit kan toch niet? Nee, hij ligt er gewoon. Maar ze kijkt me nou echt aan van, je gaat me toch geen wortels geven? Ik krijg normaal van die stokjes. Oh jongens. Nou, daar ben ik nou hele dagen mee bezig. Snap je? Dit is mijn leven. Oh, god de god. En dan sta je dus op mijn mailinglist. En dat heeft een aantal voordelen. De mailing gaat er over het algemeen eerder uit dan mijn bericht naar social media. Zoals je misschien gemerkt hebt, is social media veranderd. Vroeger was F-boek. Ik mocht het niet helemaal zeggen. Er was iets van vrienden en mensen die elkaar kenden en berichtjes delen. En oh, super tof dat je kinderen een diploma hebben gehaald. Allemaal dat soort dingen.
Nu, ik heb alleen maar reclame. Ik weet niet wat jullie hebben. Ik weet niet of jullie ook af en toe mijn posts te zien krijgen. Ik doe ze nog steeds. Zoek even op Selfvanizer. En dan vind je ze allemaal onder elkaar, want ze staan er allemaal. Mijn Selfvanizer is gekoppeld aan Instagram. En daar krijg je dus ook de posts te zien. En ik deel op LinkedIn. Dus kijk welk kanaal het beste bij jou past. En het is super tof als jij mij volgt om te liken of een hartje te geven. En te reageren op mijn video. Hoe vaker gereageerd wordt op een post of een video, hoe meer mensen hem te zien krijgen. Ook mensen die waar jij mee bevriend bent. En waarschijnlijk omdat jij mij volgt, zullen jouw vrienden dit ook wel heel fijn vinden. En mag ik hun ook helpen? Dus zo werkt het een beetje met algoritme. Dus dat kan ik niet alleen. Ik post en jullie moeten mij helpen om de wereld in te slingeren. Nou doe ik natuurlijk alleen maar Nederlands op dit moment. Dus we zitten al snel in Nederland en in Vlaanderen. Maar hey, Nederland alleen al is 17 miljoen. Ik dacht Vlaanderen iets van 9 of zo of 8. Hey, bij elkaar schiet het toch al leuk op. 25 miljoen. Je hoort mij niet klagen. En dan maak ik die video's toch gewoon ook in het Engels. Helemaal geen punt. Ik was als kindje dus niet... Ja, wacht even, ik maak hem nog even af. Ik weet alleen niet, want we zitten in een hele bijzondere tijd, of ik altijd op die social media ga kunnen blijven. Dat weet je niet. Je weet het niet wanneer ze zeggen van... mevrouw Merel, wij van de regering of hoger, zeg maar, in de boom... vinden dat wat u zegt, dat niet strookt met wat wij delen in de wereld... En vanaf nu mag u dat niet meer zeggen. Laatste waarschuwing, anders vliegt u er vanaf. He, dat kan natuurlijk. En ik zeg nu eventjes delete, delete, delete. Want ik vind het heel fijn dat ik jullie kan bereiken via mooie kanalen. Maar als de kanalen niet meer mooi zijn, dan moet ik een ander kanaal vinden. En ik denk dat mijn nieuwsbrief meestal een heel mooi kanaal is. Maar dat moet je zelf maar even voelen. Je kan natuurlijk ook na een paar maanden, als je zegt van ja, ik heb dat nou wel gedaan, maar ik vind het toch niet zo tof wat je anders bent. Dan druk je op uitschrijven. En dan ben je uitgeschreven en dan ben je van me af. En als je na 3 jaar weer denkt van god, die Merel, dat was toch ook wel leuk. En dan klik je gewoon weer op inschrijven. Het is allemaal heel eenvoudig, jongens. Maar dat is wel de kortste weg van mij naar jou. Zorg dat je die hebt. Want ik stop dadelijk hiermee met zenden. Dit is mijn ene laatste video, volgens mij. In deze 100 dagen challenge. Er zit in video 19. En waarom hamer ik nou steeds zo op jezelf zijn? Hè, want we zijn aan het quantum jumpen. We doen het quantum eye portaal. Om ons beste zelf te zijn. Nou moet je je voorstellen dat jij je beste zelf wilt zijn. Terwijl je niet jezelf bent. Alles wat niet jouzelf is, heb jij geen controle over. Dus jij bent helemaal je billen eraf aan het werken om fijn in je trilling te zitten en gelukkig te zijn. En abundant en mooie dingen aan te trekken en liefdevolle dingen en de beste baan en de beste plek om te wonen. En de liefste mensen om je heen. Terwijl je bent maar 20% jezelf. We gaan dadelijk testen. Het zou zomaar kunnen dat we daarop zitten, jongens. Ik zeg zulke soort dingen meestal niet voor niks. Moet jij eens proberen? Ik zie dat altijd als een zeilboot. Hè? Onze laatste boot was 12 meter lang. Die is er nog, maar die is bij Fred. En een heel groot stuurwiel. En een krachtige motor vooruit, achteruit. Een zeilboot kun je alleen maar keren als die vaart heeft. Als die stil ligt kun je er niks mee. Dan kan je aan een wiel draaien, maar er gebeurt niks. Stel nou dat schip... Dat ben jij. Hè? De wind in de zeilen, de stroming, het idee van de koers waar je heen wil, dat is, komt van je ziel, dat is van de goddelijke bron. Je wordt in een bepaalde richting geduwd. Maar jij bent dat schip. En stel, je hebt dat prachtige stuurwiel waarmee je 100% controle zou kunnen hebben over dit schip. En je kan maar zo'n klein stukje sturen. Zo'n klein stukje daarin en zo'n klein stukje daarin. 20% heb je maar effect. En die andere 80%, ja, dat doet je man, of je vrouw, of je kinderen, of je baas, of... en dan heb je nog mazzel, want dat zijn waarschijnlijk lieve mensen en die heb je zelf uitgekozen. En zoals je in alle andere video's al ontdekt hebt.
Waarschijnlijk word je aangestuurd door een hele hoop andere dingen die je niet zelf hebt gekozen en die niet het beste voor je voor hebben. Dus ben ik al een beetje aan het creëren hier dat je denkt van oef, dat is misschien niet zo heel handig. Nee. Even kijken hoe ik het nog meer kan zeggen. Oh ja, ik doe natuurlijk balansen. Drink even graag water alsjeblieft, want ik krijg zo'n dorst. Ik doe natuurlijk balansen bijna nooit voor één persoon. Het is altijd voor een heel bedrijf. Of als mensen met een huisdier komen, dan test ik via het huisdier voor het hele gezin. Als moeders komen met een kindje, dan vraag ik, mag ik ook een foto van het hele gezin? En heb ik toestemming om de anderen ook te balanceren? Want degene met de klachten, met de symptomen, is zelden degene met de klacht. Komt-ie. Dat is vaak het dier of het mensje of de persoon in een bedrijf die het gevoeligst is. En die alle shit van de rest van het gezin of het bedrijf oppikt. En die trekt het op een gegeven moment niet mee meer. Want dan komt de stoom uit de oren en dan zegt het systeem, ja, ik heb nu al zo lang aangegeven dat ik in fight flight ben. Nu ga ik gewoon op tilt. Vanaf nu functioneer ik niet meer. En of dat nou stotteren is of heel hard blaffen. Stotteren dan vaak als een kindje. Blaffen vaak als een hond. Kan ook andersom. Maar dan heb je echt een probleem. Ja, dan heb ik ook een paar uur meer nodig, denk ik. Of gewoon iemand in je bedrijf die gewoon kijknetter uitvalt. En niet meer kan functioneren. Omdat het gewoon te erg is. Daarom is er niks mis met die hond, dat kindje of die persoon in dat bedrijf. Dit is wat ik noem de kanarie in de mijnen. En ik weet niet of je dat weet, maar vroeger in de kolenmijnen, maar volgens mij ook de kopermijnen en de tinmijnen en andere dingen, werd er een kanarie meegenomen de diepe schachten in. En die was altijd aan het fluiten. Als er volgens mij dioxine, een bepaald gas vrij kwam, wat geurloos is, dus mensen merken dat niet, hij stopte met fluiten, maar volgens mij viel hij echt dood ook in zijn kooitje. Dus dat kanarietje had er als eerste last van, want het was een heel klein beestje, dus dat was al snel over, zeg maar. Maar als de mijnwerkers dus hoorden dat de kanarie stopte met fluiten, dan moesten ze als de wieder weer gaan, moesten ze die tent uit. Want anders zouden ze allemaal dood blijven achter in die schacht. En er kan ook eigenlijk niemand naar beneden om je te halen. Of om je lijk zelfs op te halen. Want er is zoveel gas. Dus, voor mij is die hond, dat kind, die werknemer, is de kanarie in de mijnen. Tuurlijk neem ik die serieus. En tuurlijk moet die persoon krachtiger, meer uitgelijnd worden met zijn of haar eigen ziel. En betere bescherming om zich heen hebben. Dus de aura lagen in balans. Of de energy bodies meer in balans. En het lijntje met de ziel en de overziel en de bron moet sterker. En misschien beter geaard. Tuurlijk let ik daar allemaal op. En ik kijk. Oké, dit is de ingang. Bijvoorbeeld, ik ben op het moment aan het werken met een jongetje wat stottert. Dit jongetje hoeft niet te stotteren. Maar hij geeft aan. Er is een probleem. Er is een probleem op school. Er is een probleem in mijn gezin. En dat stotteren wordt serieus genomen. Dus daarvoor wordt aan de bel getrokken. Alle andere klachten worden onder het kleed geveegd. Maar worden meer nog als acceptabel gezien. Maar vanaf dit punt, dit is too much. Dus hiervoor wordt aan de bel getrokken. Mijn vraag is dus dan ook gelijk. Het gaat niet om dit. Dit is een bijverschijnsel. Mag ik alsjeblieft minimaal 3 balansen geven? En ik weet dat ik mezelf daarmee enorm in de vingers snij. Want ik zou er om 10 moeten vragen. Maar ja, 10. Hey, 10 keer 125 euro. 1250. Het is het helemaal waard. Alleen bijna niemand doet dat. Bijna niemand durft zoveel geld aan zichzelf uit te geven. Ik ben inmiddels op het punt dat ik echt duizenden euro's aan mezelf heb uitgegeven. En elke cent was het waard. Want het heeft me allemaal tools gegeven om te zijn wie ik nu ben. En om te creëren wie ik nu ben. En om het leven te creëren wat ik nu ben. Dus volgens mij,
als je ergens voor spaart of als je ergens in wil investeren, doe het in je eigen groei. Doe het in nieuwe kennis, nieuwe tools, dingen die jij nodig hebt om je beste zelf te zijn. Maar waar ik me dus in de vingers snij, ik moet dus nu voor een gezin van 4 of 5, moet ik in 3 uur tijd, moet ik proberen het lek boven te krijgen. Dus degene die het meest uit balans is, om die in balans te krijgen, zodat deze persoon de rest niet zo verstoort. En het leuke is wel, vaak werk ik dan via het dier. Want het dier voor mij is vaak het meest neutraal, het meest schoon en de beste ingang. Want als het dier weer goed geaard is, die staat vaak op 4 pootjes, dan draagt hij eigenlijk dat hele gezin weer. Ik heb even zitten vragen aan de bron. Ik vraag dat vaak aan moedergod. Hè. Je hebt vader moedergod. Moedergod wordt ook wel de Heilige Geest genoemd. Of de Holy Shekinah. En daar kan ik heel goed mee communiceren. Daar kan ik vragen aan stellen. En van hoe zit dat nou? En hoe leg ik dat nou aan ze uit? En sinds wanneer is dat dan? Wat ik merk als ik gezinnen test, is dat papa en mama ook stellen die geen kinderen hebben. Die zijn bijna altijd 50% zichzelf en 50% de ander. En wat bedoel ik daar nou mee? Jij als mens, wanneer jij helemaal verbonden bent met jouw ziel, dan ben je 100% jouzelf. He, dus jij wordt helemaal gevoed door jouw overziel, jouw ziel, het licht, de liefde, en die komt tot jou. Dan kan jij jouw beste zelf zijn. 100% ook het licht en de liefde die je nodig hebt. En de verbinding en de missie. Alles klopt. Wat er heel vaak gebeurt is mensen van elkaar houden. Of als ze beloftes, geloftes naar elkaar doen. Of er komt een trouwboekje bij. Of een andere vorm van verbinding. Of een ring. Die zit niet voor niks hier. Dit is de vinger van het hartchakra. Daar zit je mee met een nooit eindigend loopje. Zit je dan ineens aan elkaar vast. En het idee daarachter was natuurlijk van, hè, dan blijf je elkaar ook trouw en blijf je bij elkaar. En voor de kerk lekker overzichtelijk, dan weten we wie bij wie hoort. Ah, jij bent kindje nummer 5 van dat stel. En dan hebben we het allemaal lekker overzichtelijk. Als ik test, is het ook ongeveer 2000 jaar geleden geweest, dus met de opkomst van de christelijke kerk, dat mensen in relatie 50% zichzelf werden. En waar je elkaar in eerste instantie natuurlijk juist aantrekt op de eigenheid van de andere persoon. Je komt een leuke man tegen en je denkt, wow, die is grappig. En wat is die wel bespraakt en wat kan die lekker dansen, noem maar even wat. En wat hebben we gezellig gegeten en fijn gepraat, zo, noem maar even iets. Dat zijn dingen waar ik van hou. wanneer je dan heel erg lang samen bent of heel erg verbonden, dan waar de een zeg maar dit is wel een leuk voorbeeld. Ik volg een vriendin van mij die ik al van voor mijn geboorte ken. En ze heet Merel van het Woud. Ik ben naar haar genoemd. Zij was 5 toen ik kwam. En zij heeft een bedrijf, Highstyle, volgens mij .com of .nl. En zij geeft onder andere kleurenadvies. Maar ze is ook een heler. En zij werkt met de kleuren van de seizoenen. En met de tussenkleuren, de combinatiekleuren. Daarin is ze heel bijzonder en zij leidt daarin mensen op. En ik zelf, ik heb nu verkeerde kleuren aan. ik ben een wintertype, dus ik doe het allerbest op wit. Zwart, ik vind zwart niet fijn. Dat trekt voor mijn gevoel negativiteit aan. Dus dat draag ik niet veel. Hier zit wel wat zwart in. En ergens heb ik frisse, heldere kleuren nodig. Daarmee kom ik sprankelend uit de verf. Maar er zijn ook mensen, lente- en herfsttypes. Dit is denk ik iets meer herfstig. En die hebben meer stoffige kleuren nodig. Stoffig, alsof er een beetje poeder overheen zit. Of meer pastelachtige kleuren. Stel dat de meneer een heel sprankelende, heldere kleur is. Meer een wintertype. En jij bent meer een herfsttype en je bent meer dit. Wat er op een gegeven moment gebeurt is, als jullie zo enorm vermengen,
dan is hij niet meer zijn sprankelende kleuren en jij bent niet meer jouw gepoederde kleuren. Waardoor je niet meer helemaal authentiek jouw eigen beste zelf kan zijn. Kijk, en wanneer je met iemand bent waar je heel veel van houdt en de ander houdt ook heel veel van jou en jullie hebben het beste met elkaar voor en er is veel overlap ook in wat jullie samen fijn vinden en wat jullie samen voedt en waar jullie samen van groeien, dan kan het heel goed zijn dat jullie het heel goed hebben. Wanneer er één volledig van de rit gaat, weet ik voor wat, verkeerde baan, verkeerde opmerking, in elkaar klappen, burn-out, thuis zitten 3 jaar, helemaal depressief. En je bent nog steeds 50% verbonden met die depressieve deel. Probeer jij je kleuren maar eens op te houden. Probeer jij jouw energie maar eens op te houden. Dan moet je niet voor 2 werken, maar voor 10. Want dat kleine beetje energie op jezelf heeft niet genoeg impact op de molensteen die aan je nek hangt. Dus wat ik heel erg graag wil, want ik denk ergens dat het een soort van, en het woord is misschien te groot, maar volgens mij is het helemaal waar, een soort van vloek is die over de mensheid is uitgesproken, dat wij zo snel weer in een relatie gaan. Hè, en we staan er echt op geprogrammeerd van, oh, ik voel me afgescheiden. Ja, je voelt je afgescheiden van de bron. Niet per se van een man of een vrouw, maar je voelt je afgescheiden van het grote geheel. Die snap ik wel. En dan hebben we hier nog allemaal alleen geboren tweelinghelften. Dus die voelen zich ook helemaal super alleen. Want waar is mijn broertje, waar is mijn zusje? En we gingen dit toch samen doen. En nou sta ik er helemaal in mijn eentje voor. En ik vind het hier niet leuk. Scotty, beam me up, want ik wil naar huis. Precies. Dus dan zoeken we maar een partner om ons weer heel te maken. Het punt is alleen, dan hebben we nog hele spirituele groepen. Die zijn allemaal op zoek naar hun soul partner of hun tweelingziel. Of hè, dat deel van de energie van de ziel die zo op jou lijkt. Dat je je daadwerkelijk één voelt. Ik heb dat mogen meemaken en dat is waanzinnig. Je gaat alleen helemaal dood als dat stopt. Dus dat is ook niet handig. Wat we natuurlijk mogen leren door al die ervaringen, is dat wij ons daadwerkelijk heel kunnen voelen als mens. En wanneer we ook alle programmeringen en trauma's en gedachtes kunnen helen over het stuk van ik ben kapot of ik ben stuk of ik ben afgescheiden of ik voel me geen deel van het grote geheel, ik voel me niet geliefd. Als we dat allemaal kunnen helen, maar ook ik ben goed genoeg, ik mag er zijn, ik doe ertoe, ik ben veilig zoals ik ben. Al die zinnen, als die in balans zijn, dan heb je niet per se die ander meer zo nodig om jou aan te vullen of om dat enorme gat te vullen. Hoe meer jij verbinding gaat maken, dus hoe meer je uit fight flight gaat en meer boven de 200 komt en meer in verbinding komt met je ziel, met je oversoul en met de bron en die liefde daadwerkelijk in jou gaat voelen en die inspiratie, dus ik ben geïnspireerd, dat zie je wel een beetje, om deze video te maken. Dat komt door mij heen. Dat vormt zich. Ik wist 3 dagen geleden nog niet dat het hierover ging. Ik weet wel al 5, 6, 7, 8 jaar dat ik een boek ga schrijven dat heet Ziek zijn voor iemand anders. En die gaat hierover. En waarschijnlijk wordt dat boek 13. Boek 12 ben ik net mee bezig, jongens. En dat is allemaal heel spannend voor mij, want hiervoor de 11 boeken heb ik geschreven samen met mijn partner. En hij was degene die de vormgeving deed en de redactie deed. En die er, weet ik veel, een barcode op plakte. En die de paginanummering deed. En die er een e-pub van kon maken. Ja, dat ga ik nu dus allemaal zelf doen. En dat heeft in ieder geval 1,5 jaar geduurd voordat ik dat überhaupt weer kon. En nu is de inspiratie en ik ben dus aan het schrijven. Boek 12 is in the making. Daar ben ik dus heel dankbaar voor. Dat is dus ook een vorm van inspiratie. Dit wat ik met jullie hier aan het doen ben, is een inspiratie. En dat mocht en dat kon 100 dagen duren. En dan moet ik door, want ik moet iets anders gaan doen. En ik heb zo genoten van dit. Maar wat ik dus wil zeggen, als ik balansen doe en ik test de mensen, dan voordat ik aan de voortesten begin, test ik eerst. Deze persoon is zoveel procent in balans. Hè? Dus op een schaal van 0 tot 100%.
Ik kom heel vaak op 20%. Moet jij eens proberen om te functioneren, om je ogen open te houden, om door je dag te komen met 20% balans. Dat is onmogelijk. Als ik 1% uit balans ben, dan voel ik dat. Dan ben ik al helemaal naar. Dan heb ik eerst van, oh god, wat nu weer? En dan ga ik heel hard aan de slag. Want ik wil helemaal niet 1% uit balans zijn. Het is voor mij super, super belangrijk om 100% verbonden te zijn met mijn ziel en mijn oversoul. En met alles wat mij draagt en voedt. En met moeder aarde. Snap je? Dus ik weet niet hoe jullie kunnen leven met 20%. Nou, dan test ik verder. 20% in balans. Dan wordt het interessant. Deze persoon is procent zichzelf. Nou, dat komt dan ook heel vaak op 20%. Dus ze hebben maar precies op die 20% hebben ze invloed. En op de rest helemaal niet. Dus die 80% dat ze uit balans zijn. Nou, dan zijn ze vaak 50% hun partner. Het interessante is dus dat ze nog meer hun partner zijn dan dat ze zichzelf zijn. Niet al te grappig. Hopelijk elkaar gevonden in liefde en daardoor dus een goed idee. Maar en dan heel vaak nog 30% of iemand die ze kennen. Heel soms een ouder, heel soms een kind. Heel vaak vervuiling. En vervuiling kan ergens gaan tussen dingen die je oppakt door te swipen en te scrollen op je telefoon. Maar ook echt serieuze entiteiten. Ik heb met mensen die verslaafd zijn aan dingen, zie ik heel erg veel entiteiten. Dus mensen die alcohol gebruiken, die blowen, roken soms, drinken zeker. Dat is hetzelfde. Hey, drinken en alcohol gebruiken is kennelijk niet hetzelfde. Dat is heel interessant. Ik doe even een luikje dicht. Komt iets langs wat heel laag in de punten zit. En weer door. Oeh, even mijn stenen erbij. Dankjewel. En wat wil ik daar nou over zeggen? Zie je, dan ben ik helemaal in mijn flow. Oh ja. Mensen dus die gebruiken, zetten allemaal luikjes en vakjes open naar energieën die laag zitten. En dat wil je niet. Want dan kan je niet je beste zelf zijn. En die energieën hebben niet het beste met jou voor. Die zijn zo donker. Die hebben zelf geen licht. Hebben geen energie. Hebben geen manifestatiekracht. Dus dat doen ze via jou. En dus ze hebben jou daarvoor nodig. Die parasiteren op jou. En dat wil je niet. Dus vandaar dat ik altijd vraag, mag ik alsjeblieft het hele gezin balanceren? Want als ik alleen maar het kindje of het dier of die ene werknemer zou balanceren, dit zijn al de hoogste in het gezin of in het bedrijf. Die zitten al het hoogst in de punten. Die zitten al op 500-600. Die zijn supergevoelig. Die zijn verbonden met het grote geheel. Maar als die niet bij hun licht kunnen, ja, dan blijft er niks over. Daar kan je geen boterhammen met pindakaas in douwen om dat in orde te krijgen. Die vallen dus gewoon uit. Dus vaak hoef ik voor hun helemaal niks te doen. En mag ik gewoon werken aan, sorry, heel vaak de papa. Ik denk dat daar ook een boek over komt. Ik denk dat er iets van 50 jaar geleden iets gebeurd is met de energie van de mannen hier op aarde. En die zijn helemaal vastgezet in hun linker analytische hersenhelft. Heel erg gebonden aan science. Dus aan wetenschap. En seeing is believing. Dus dat wat ik kan zien, ruiken, aanraken, dat is waar. En al het andere niet. Dus emoties, gevoelens, intuïtie, waar juist vrouwen vaak heel goed in zijn. En kinderen, fantasie, inspiratie, waar kinderen heel goed in zijn. Dat wordt allemaal van de tafel geveegd, want het is niet waar. En omdat zij daar zo stellig in staan, hebben zij weer vaak gekregen van hun vader, hebben ze enorm veel invloed op de gezinnen en op hun kinderen. Waardoor iedereen heel braaf uit zijn rechter hersenhelft wordt getraind. En dat is nou toevallig onze wifi waarmee we verbonden zijn met het grote geheel. Die linker hersenhelft is verbonden met 3D en met aarde en met het ego en met overleven en met onze 5 zintuigen. Die ander is verbonden met alle dimensies en alle dichtheden. En met vader, moeder, God en Christus bewustzijn en de wijsheid van moeder aarde. Een slokje water.
moet heel vaak moet ik aan de papa's werken. Ik moet bijna elke correctie via de vader. 99% van de gevallen. Het is natuurlijk ook het patriarchale systeem hier. Hè, links is heel oordelend. Het is heel dogmatisch. Het is heel beperkend. Het is precies zoals de kerk het wilde. De kerk zegt mea culpa. Mijn schuld. We worden geboren met 11 erfzonden. Was het maar 11. Ja. Elfjes horen rechts. Erf hoort meer links. Dus als je begint met de gedachte ik ben niet goed genoeg. En ik doe er niet toe. En ik ben niet waardig. Man, oh man, moeten we uit de dikke poep komen om toch maar weer bij die kracht en dat licht te komen. En dat is wat ik jullie wil laten zien. Dit is zeker mijn route geweest, terwijl ik niet eens met de kerk ben opgevoed, dus kan je nagaan. Maar wel natuurlijk ook met een vader die zeer geblokkeerd was. Dus, en dat heel braaf en netjes aan zijn vrouw en zijn kinderen heeft doorgegeven. Mijn vader is weggegaan toen ik 11 was. En ergens was dat een zegening, want hij was een hele charismatische man. Maar hij was ook vooral heel erg boos en heel erg kwaad en heel erg schreeuwend, tyranniserend. En als we niet deden wat hij wilde, dan hadden we straf en zaten we op ons kamer. In ieder geval ik als oudste. En ergens was het een opluchting dat hij wegging. Maar wat er daarna gebeurde, was dat wij met 4 vrouwen overbleven. Een moeder en 3 kinderen, 3 dochters, die samen 1 werden. En dat was op het griezelige af. Dus de een had hoofdpijn, we hadden allemaal hoofdpijn. En de een was verdrietig en we waren allemaal verdrietig. Toen ik uiteindelijk op mijn 22e op mezelf ging wonen, om op mezelf, op mijn eigen plekje te gaan wonen. Ik ben de eerste maanden, misschien wel het eerste jaar, echt tegen de muur opgeklapt. Van eenzaamheid en verdriet en niet weten wie ik was. Het was gewoon niet te doen. En mijn moeder bijvoorbeeld vond het verschrikkelijk moeilijk dat ik wegging. En ergens voelde ik bijna als een verrader, want ik verliet het systeem. En dat doe ik meerdere keren in mijn leven. Nu ook. Ik zit hier in mijn bus en ik ben niet ergens bij hun dicht aan het wonen in een huis. Dus ik verlaat keer op keer het systeem omdat het mij niet dient. Ik kan niet mij zijn als ik daar heel dicht in zit. Want er blijft van mij niks over. Snap je? Dus ik heb afscheid moeten nemen van dat wat niet goed is voor mij. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Maar op een gegeven moment wel de enige keuze. Ik ben zo vaak ziek geweest of zo vaak mis, dat er zoveel dingen misgingen in mijn leven, omdat ik in een systeem zat wat niet oké was voor mij. Waar ik niet mij kon zijn. En ik ben helemaal niet jullie per se aan het promoten om direct weg te rennen uit je gezin. Ik heb daar heel lang over gedaan. Ik wist heel lang dat ik weg moest uit het gezin wat ik had met Fred. En ik heb het heel lang niet gedaan. Want ik had gewoon jonge kinderen. En dat doe je niet. En ik had ook echt in mijn hoofd echte programmering. Een goede moeder laat haar gezin niet alleen. En nou geloof ik nog steeds dat mijn kinderen mij een goede moeder vinden. Dus dat is denk ik niet het probleem. En ergens doet het er niet toe. Want het is heel menselijk. Het is, wat ze denk ik van me zien is dat ik authentiek ben. Dat ik luister naar mijn gevoel. Dat ik voel waar ik kan zijn. Dat ik onmetelijk veel van ze haal. En dat als ik bij ze kan zijn, dat ik dat met alle liefde van de wereld doe. En wanneer dat niet kan. Heel mooi. Ik had 3, 3, 3, 3. Wanneer dat niet kan. Dat ik dan dus weg ben. Dus ik laat ze vooral ook zien. Wees jezelf. Zorg goed voor jezelf. Voel situaties aan. Waar het voedend is voor jou. En wanneer niet. En leer daarop sturen. Ik heb daar heel lang over gedaan. Althans, ik weet niet of ik er heel lang op heb gedaan. Maar heel lang over gedaan om uiteindelijk die actie te nemen. Wat ik vroeger gewoon als kind had. Vanaf mijn 6e tot, denk ik, mijn 38e zoiets. Toen deed ik de opleiding Topkey. En kreeg ik ook voeding en werk aan allergieën. Ik was gewoon keiknetter allergisch. Ik moest heel veel medicijnen gebruiken om dat maar een beetje te onderdrukken. Ik had grote dikke zonnebrillen op. Ik kwam de hele zomer niet buiten. Vanaf het vroege voorjaar nu al. En tot, weet ik veel, oktober kwam ik niet buiten. Want die pollen was niet te doen. Ik heb nergens meer last van. Waarom? Omdat ik ontdekt heb dat ik van mezelf niet echt grenzen had. Ik gaf ook niet goed grenzen aan. Mensen moesten echt helemaal met een... Is dit een appelboor of een priem
op mijn ruggengraat zitten. Dus dan waren ze over 83 grenzen al gegaan. Voordat ik keihard ging gillen van... En nou moet je ophouden! Snap je? Ik had natuurlijk... Maar ik kon het niet. Ik kon niks zeggen. Ik was zo getraind in niet zeggen wat niet oké was voor mij. Dus mensen gingen zo ver over mijn grenzen heen. Totdat het niet meer kon. En dan ging ik absoluut in fight flight. En dan ging ik schreeuwen en dan werd ik lelijk. Ja, was ik het laatste wat ik nog over had als redmiddel. Ondertussen had ik dan wel al hele dikke ogen, niesbuien en weet ik veel wat allemaal. Opgezette klieren. En toen ik dus die opleiding deed die over allergieën ging, werd mij duidelijk dat allergie voor mij alleen maar betekende dat iets of iemand over mijn grenzen heen ging. Ha! Dus toen werd een allergische reactie werd mijn vriendje of mijn vriendinnetje. Zo snel ik voelde van hier komt jeuk of ik moet nu niezen, kon ik stoppen. Om me heen kijken, wat gebeurt hier? Oké. Dit is niet oké. Ik zou hier nee moeten zeggen. En zo ben ik gaan leren om afstand te nemen van dingen die niet goed voelden. En ben ik steeds zuiverder geworden en steeds dichter naar mijn ziel. En dat is work in progress. En waarschijnlijk, mogelijk, weet ik niet, ben ik daar mijn hele leven mee bezig. En waarschijnlijk zijn we daar altijd ons hele leven mee bezig. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet, hij voelt namelijk niet helemaal waar. Er wordt altijd gezegd, alle zielen zijn één met God en zijn op hetzelfde moment ontstaan en hebben altijd, zijn er vanaf het begin van de tijd, dus veel eerder dan de aarde, en zullen er altijd zijn. Dus er into eternity. Dus er is geen begin en geen eind van aan jou, aan jouw ziel, aan consciousness, aan die energie. En we zijn ever expanding. Dus we zijn altijd aan het leren. En altijd aan het groeien. Dat is... Ik las vandaag een hele mooie post. En daarin werd gezegd... Er is maar één constante in het leven. En dat is verandering. Ik denk dat die net een heel klein beetje anders is. Ik denk dat er maar één constante in het leven is. En dat is licht. Hè? Dat is de energie die we zijn. En kijk maar naar alle plantjes om je heen. Die groeien met licht. In de winter, wanneer het donker is, trekken ze naar binnen. Dus dan heb je een soort van inkrimpen. Hebben we allemaal al ook in onze levensperiodes dat we inkrimpen. En dan komt er weer licht. En dan expanderen we weer. En vaak zo'n periode van donkerte daagt ons zo enorm uit. Om zo te verlangen naar het licht. Dat we zeggen, en nou is genoeg. Nou is genoeg. En waarschijnlijk heb je dit gedacht toen je op 1 januari begon aan deze challenge. En dank je wel daarvoor. Dank je wel. Stel je voor dat ik al deze video's voor mezelf had zitten maken. Had ook interessant geweest, hè? Dus ik ben heel, heel blij dat je er bent. En ik denk dat we met elkaar iets fantastisch aan het doen zijn. Dus ga vooral door. En vanuit die donkerte kan je weer naar buiten. Het is echt een beetje deze beweging. Die, ja, bijna als een ademhaling. Dus de enige constante is licht. Of de enige constante is groei. Zo zie ik hem. En wanneer jij niet jezelf bent, dan ben je dus iets anders. En stel jij bent van jezelf een soort van elfje of een engeltje. Je bent eigenlijk heel grappig en creatief en heel lichtvoetig. En je bent heel graag buiten en je praat tegen bomen en tegen vogeltjes. En voor jou is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar je bent met een partner die heel graag binnen is en altijd achter een computer zit. En dat is niet waar. Fred was ook heel graag buiten. Heel graag op de boot ook. Maar wel boekhouder. Financiële man. Heel erg goed in Excel sheets. Dus die kan heel erg netjes in vakjes, hoekjes en in cijfers denken. En als ik te veel in zijn energie ging, werd ik helemaal gestructureerd en heel pragmatisch en heel streng. Echt als een sergeant-majoor. Terwijl als ik weer naar buiten mocht, dan kon ik weer helemaal stralen en gelukkig zijn. Snap je? Dus ik creëer beter vanuit mijn energie. En met mensen zijn die mijn energie hebben. Ik kan heel goed omgaan met mensen die in een Excel-sheet passen. Ik kan die vertaalslag maken. Ik ben een soort van chameleon. Ik kan me met alles aanpassen. En zij voelen zich enorm door mij
verstaan. En dat zijn ze ook. Ze verstaan alleen mij heel vaak niet. En ze kunnen mij heel vaak niet zien. Wat ik probeerde te zeggen is dat als jij 100% jezelf bent, jij als mens met je ziel, je oversoul, de bron, aarde, dan creëer je in jouw valuta, in jouw frequency, in jouw currency, in jouw licht, in jouw liefde. Wanneer je iemand anders bent, creëer je misschien nog steeds een beetje, maar zeker niet wat bij jou hoort. Je bent iets anders aan het creëren. Dus in mijn geval was ik Excel-sheetjes aan het creëren. Niet handig voor mij. Daar werd ik heel ziek van. Was niet goed voor mij. Dus snap je wat ik daarmee bedoel? En dat is geen oordeel. Iedereen is anders en ieder doet het op zijn manier. Alleen, het is wel heel handig om te kijken van, joh, kan ik in mijn relatie mijn authentieke zelf zijn? En kan mijn partner zijn authentieke zelf zijn? Ik praat steeds vanuit de vrouwelijke rol, hè. En ik weet dat er heel veel mannen ook meekijken. Je moet het even omdraaien. En wat heb jij nodig om je heel fijn te voelen? Ik zie ineens een man voor me die hout staat te hakken. Als jij je mannelijk en sterk wil voelen en je wil je testosteron aanzetten en je wil spieren kweken en je wil eventjes dat kwijt. Man, ga even, weet je hoeveel bomen er zijn omgegaan met die wind? Zagen, hakken. Huppatee, naar buiten. Niet gaan lopen tutten met die baby's. Hup, naar buiten. En ik snap dat je vrouw dat van je wil. Maar ze is ook blij dat er van de winter weer in dat houtkacheltje een beetje hout kan. En dan help je er met wat anders. Misschien mag je wat mannelijks doen. Weet ik veel. De auto wassen. Of de regenpijp goot leeghalen. Weet ik veel. Vuilnisbak buiten zetten. Doe mannelijke dingen. Weet ik veel. Maar doe iets waardoor je... En er zijn natuurlijk hele zachte mannen. En hele stoere vrouwen. Een vrouw in de overleving, zeker als ze daar nog heel erg in zit, is een stoer wijf. Heeft testosteron. Ik draag nu jurkjes, maar ik heb altijd spijkerbroeken gedragen. Ik had echt zulke stekeltjes haar, jongens. Kijk maar in mijn Facebook, ik kan het niet zeggen, F-boek historie. Daar sta ik echt 10 jaar geleden met zulk kort haar. Ik was echt een vent. En ik kon echt alles. En nu denk ik, nou, nee, dit hoeft niet zo. Nee, dankjewel. Ik vraag het gewoon heel lief aan een meneer en die helpt me vast wel. Dus ik ben daar heel erg in veranderd. Maar wat er dus vaak gebeurt is in relaties dat de vrouw de broek aan heeft en de man wordt heel zorgzaam. Als dat goed voelt en het is in balans, dan is dat oké. Is dat niet zo en moet je terug naar je oorspronkelijke mannelijk-vrouwelijk zijn? Doe dan dat. Maar zorg in wat je ook doet, dat jij in verbinding bent met je ziel. Papa's en mama's, let ook even op wat je met je kinderen doet. Je kan zeggen, wat je nu doet, vind ik niet fijn. Ik hou nog steeds van je. Want dat is onvoorwaardelijk liefhebben van liefhebben. Of houden van iemand. Want natuurlijk hou je van je kind. Al zitten ze op je bord te poepen, dan hou je nog van ze. Je kan wel niet heel blij zijn met wat ze doen. Dat kun je aangeven. Maar keur je kind nooit af. Sta ze toe om fouten te maken binnen de grenzen die jij veilig vindt. Dan zeg je, joh, je hebt dit stuk. Hier mag je vriewielen. Daar zeg ik stop. Ja? Maar mama moet eventjes ook wel zorgen dat we veilig blijven. En dat jij veilig blijft. Precies. Dus probeer maar. Kijk maar wat je kan. He, dus stel, ik had er eentje die heel graag in bomen klom. Ja, dat is ook een keertje niet zo heel goed gegaan. Daar heeft hij nog een beetje scheve ribjes van. Tot hier en niet verder. Nou was ik er even bij die boom niet bij. Maar gelukkig, mijn vader was toen al overleden, maar die was er wel bij. Als mijn vader, de ziel van mijn vader er niet bij was geweest, dan had ik een kindje minder gehad. Want hij is gevallen langs takken, daar zou hij op gespiesd zijn. En hij is daar langs geleid. Dus hij had alleen maar ribben gebroken, dus dat was heel fijn. Wat ik nu met jullie ga doen, is een balans om 100% jezelf te zijn. Als jij zegt, Merel, ik heb je gehoord. Ik snap wat je zegt. En ik ben hier niet aan toe.
4-4-4-4. Mooi. Dit gaat me nu te ver. Ik kan dit nog niet. Zet hem dan nu uit. Echt. Want als jij 100% jezelf gaat zijn, dan zal je ook moeten gaan zeggen van, dit is mijn grens, tot hier en niet verder. En wat je nu doet, vind ik niet fijn. Ja, ik hou echt van je, maar dit is niet oké voor mij. Of ik loop nu even weg, totdat je weer aardig tegen me kan doen. He, dus er gaan dingen zijn waar je het voor jezelf op gaat nemen, want dat ben je heel erg waard. Vraag maar aan je ziel. Die houdt heel veel van je, onbegrensd. Dus die wil alleen maar dat jij geliefd bent en dat het goed met je gaat. Dus soms moeten we onze partner of onze omgeving even opvoeden. Dus wat ik al zei, ben je hier nog niet aan toe, pauzeer dan hier of stap er nu uit. De 20e video weet ik nog niet waar die over gaat. Dat wordt waarschijnlijk een afsluitende. Misschien nog met wat vragen. Als jullie vragen hebben, stel ze dan aan me. Ik zal nog een postje doen of die nog komen. En wat wel fijn is dat je even een selfie maakt. Dat je opschrijft. Als je kan testen hoeveel procent je nu jezelf bent. Of hoeveel je voelt dat je jezelf bent. Ik test daarbij op een schaal van 0 tot 100%. Ik ga natuurlijk daar ook werken voor mij, voor jou en alle mensen die nog in de toekomst gaan kijken. Dus dat is niet helemaal eenduidig jouw uitslag. Dat is een groep. Dus je kan best zeggen van, nou, dit resoneert niet helemaal met mij. Echter, je bent wel meegenomen in de balans. Dus je gaat mee in het stukje waar je jezelf wordt. Zo zijn we denk ik ook bedoeld. Wanneer jij jezelf bent met een grote zet. De kleine zet is van het ego. De grote zet. Dan ben je één met al dat is. En dan zijn we terug in de armen van God. En volgens mij is dat de route die we aan het lopen zijn. Dan ben je ook je beste zelf. Automatisch. Want al die liefde en licht die door jou heen wil komen. Die kun je dan. Ja, je noemt dat eigenlijk ook channelen. Dat geef je door. Met gemak. Het grootste gemak. Zonder oordeel. Met alle liefde van de wereld. Selfie. En ook een woord. Misschien heb je niet zo'n heel erg goed zelfbeeld. En vind je je partner stoer, sterk en krachtig. En zou je liever meer zijn als je partner. Dan zou ik zeggen, kijk de kunst af van je partner. Leer van je partner. Vraag hoe je partner het doet. Vraag of die persoon het jou wil leren. Of ga even terug naar de video over de meermethode. Want daarin deelde ik ook de link naar een video op Vimeo. En die ging over de basisbehoeftedouche. Doe die. Doe die ook, weet ik veel wat, zolang als nodig is. 1, 2, 3 weken. Totdat je al je basisbehoeften in balans hebt. Want als jij je basisbehoeften in balans hebt, heb jij het niet meer nodig om je klein te maken, om je weg te cijferen, om je niet gehoord te voelen, om je minder voor te doen dan dat je bent. Dan durf je gewoon je waarheid te spreken. Dan durf je te zijn wie je bent. Er wordt heel veel tegen mij gezegd van, goh Merel, wat doe je dat natuurlijk? Of wat ben je open? Of wat vertel je eerlijk hoe het met jou gaat of hoe jij dat aanpakt? Jongens, dat kost mij niks. Dit doe ik met het grootste gemak. Hier zit niet mijn probleem. Mijn problemen zitten ergens anders. Dus ja, daar kan ik nog een heel klein stukje over zeggen. Want er werd een vraag over gesteld in video 12. Er werd gevraagd van Merel, waarom heb jij zoveel problemen met je tanden? Nou, ik heb 30 jaar lang geen gaatjes gehad. Dus ik had hele gezonde tanden. Dat ging heel goed. Ik heb wel heel veel vullingen. Maar die heb ik opgelopen in een hele grote stressperiode na mijn 11e. Toen mijn ouders uit elkaar gingen. En toen energetisch de boel zo in de war ging. Dat ik niet mijzelf kon zijn. En dat niet mijn licht mijn tanden kon voeden. Dus toen heb ik heel veel gaatjes gekregen. Ik heb nu een soortgelijke periode gehad. Waarin ik niet bij mijn licht kon. Mijn licht was afgeschermd. Niet mijn ziel, maar mijn overziel. Mijn overziel was geblokkeerd. En haar, ik noem het haar. Maar ze zal onzijdig zijn. Haar licht kon niet bij mij komen. En wat ik al zei, daar kan je geen boter en pindakaas tegenaan eten. En een heel belangrijk punt waar ik geen licht kreeg, was mijn trigeminus. En daar lopen toevallig, die loopt dwars door je kaken heen. Dus ik had geen licht in mijn kiezen. En dan gaan ze
demineraliseren. Dus dan gaan ze mineralen uitbouwen. En dan worden ze zwakker. En toen heb ik gaatjes gekregen. Heel erg diep op mijn vullingen. Onder mijn vullingen. Op mijn zenuwen. En dat is nu allemaal geboord. En daar zitten nu speciale vullingen in. Met mineralen. Zodat alles kan herstellen. Rechts doet het heel erg goed. Daar kan ik ook kauwen. En dat voelt weer heel goed. Ik heb geen pijn meer. Het punt is omdat mijn licht. Mijn lichaam links niet vulde. Ook mijn linkerknie. Die heb ik gebroken. Was er dus ruimte voor negatieve energieën. Ik kon niet 100% mij zijn. Mijn licht kon niet in mij. Dus ik werd continu hier aangevallen. Dus dat waren de helse pijnen. En ik heb gelukkig die sjamaan gevonden in Frankrijk. Die mij hielp om de negatieve entiteiten uit mij te halen. Uit mijn kaken te halen. Waardoor de pijn echt van de ene seconde op de andere seconde weg was. Hè? Dus de ene dag ben ik nog aan het huilend aan de lijn met mijn zoon. Van ik moet naar huis. Ik moet naar Nederland. En ik weet niet hoe ik de eerste 5 kilometer rijd. En laat staan de 1000 kilometer daarna. En ik ben bij haar geweest. En het is helemaal over. En ik rijd 3 dagen later. Rijd ik zo naar Nederland in 1 keer. In 11 uur. Niks aan de hand. Dus zo moeilijk en zo makkelijk is het. Dus als jij kijkt naar je leven en je hebt heel veel uitdagingen en er gaat zoveel mis. En je denkt bij jezelf, hoe kan dat nou? Ik ben toch een mooi mens. Ik ben liefdevol. Ik heb gewerkt aan mijn programmeringen. Kijk dan ook even of je 100% jezelf bent. Want als jij niet jezelf bent, manifesteer je niet via jouw licht. En wellicht manifesteer je via hopelijk het licht van een ander of via de duisternis van een ander. En dat is niet wat je wil. Dus vandaar dat we deze balans gaan doen. Nou, je bent er wel nu bij. Of je bent er niet bij. Nee, dat moeten we anders zeggen. De mensen die er niet bij zijn, die zullen er later bij zijn. Proost, we gaan even de pees doen. Drink water. Maak een pistooltje. Masseer de deukjes onder je sleutelbenen. Andere hand op je navel. Oeh, hoe fijn zou het zijn als we onszelf waren. Vorige video over creëren heb ik posts onder geplaatst over affirmaties. Je kan in de affirmaties of in je intentie zetten, kun je dus ook zeggen. Niet bijvoorbeeld ik ben mijn quantum I, maar ook ik ben 100% mijzelf. Ik ben in optimale verbinding met mijn ziel en mijn oversoul. Ik ben in optimale verbinding met mijn bron. Of de bron. Oké, hartstikke goed. We gaan even kruislopen. Weet je, het is een hele leuke zin. Er zijn al zoveel anderen. En het is zo fijn als jij mag zijn. Want jij doet ertoe. Jij bent prachtig. Je bent zo gewenst en zo geliefd en zo gedragen. Wees maar gewoon jij. Jij. Stop met je aan te passen. Stop met to fit in. Dus om te passen in het beeld wat anderen van jou hebben. Stand out. Wees maar gewoon met je kop boven het maaiveld. Wees maar gewoon jouzelf. Want als we allemaal tall poppies zijn. Dus allemaal hoge klaprozen. Dan heeft niemand het tall poppy syndrome. Dus is niemand bang dat zijn kop eraf gaat. Oh jongens. We gaan in de knoop. Open, vingertop op elkaar. Even zien. Zitten op 53 of 58. Kan ik dat zien? Nou ja, merk het vanzelf. Kijk maar om je heen. Ja, hij springt nou op 54, dus het was 53. Neem nog een beetje water, jongens. Het is niet genoeg. Lekker. Oké, voortesten. Ik haal even mijn stroom eruit. Want hij zit wel vol genoeg. En dan kan mijn beeld een beetje naar achter. En dan kan je zien wat ik doe. Oh, voor mij.
voor jou en alle mensen die in de toekomst gaan kijken. En ik weet dat ik mezelf beperk en dat ik een groep tekort doe door te zeggen alle mensen. Want er zijn ook andere wezens die willen kijken. En het is op dit moment niet goed voor mij, nog voor jullie, denk ik, om ze er al in te betrekken. Wanneer het in de toekomst wel goed voor mij is en voor jullie, dan zullen ze ook mogen kijken. En dan is dit ook voor hun. Maar voor nu zitten ze er niet in. Oké? Dat wilde ik er even bij zeggen. Dus we hebben een sterke spier die netjes unlockt. En dit is ook een sterke. En die unlockt ook. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja. Dit gaat goed. Oké. Ik, jij, wij zijn onszelf. Wij zijn ons beste zelf. Wij zijn ons quantum eye. Oké. Eventjes kijken hoeveel procent. Nou, ik ga hem anders doen. Ik doe hem precies zoals ik hem net aan je uitlegde. Maar dat kan niet. Dat kan niet. We gaan het even over zelf houden. Dus dan hebben we het met die hoofdletter zetten. Wij zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% ons grote zelf. Oh jongens, dat is toch rampzalig. 19 video's verder. Blijven jullie alsjeblieft doortappen en aan jezelf werken als ik jullie dadelijk loslaat. Ik laat jullie los en jullie mogen zoveel de video's kijken als je wilt. Hè. Je kan vanaf 11 april kan je de 20 video's kopen voor 25 euro. En na de 18e voor 75. En kijk ze zo vaak als je wil. 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 Moet ik echt herhalen, jongens. Want herhaling is hoe we leren. En elke keer als je hem kijkt, krijg je de balans opnieuw. En omdat je een heel leven er uit jezelf getraind bent. Uit het zijn wie je bent. Uit de verbinding. Hè, ons hele zijn hier met een lijf. Is een demonstratie van het feit dat wij denken dat we afgescheiden zijn. Anders waren we wel in de armen van God. Dus... je hebt dit echt nodig. Of het tappen, of de video's erbij. Of de meermethode erbij. Of aarding erbij. Of zonlicht erbij. Of ontmoeten met elkaar. Jullie zien aan de reacties wie er in deze groepen zitten. Zoek de mensen op. Als je hun comments fijn vindt. En denkt, oh dit is een fijn persoon. Hier wil ik mee verbinden. Laat dit niet lopen, jongens. Vooral... neem mee wat je dierbaar is en wat je helpt. En je kan me altijd een berichtje sturen. Of dat nou via Messenger is, of via WhatsApp, of via mijn mailadressen. Of zoek mijn video's op. Dat wilde ik niet zeggen. Ik bedoel mijn websites op. Maar ik heb natuurlijk twee kanalen. Je kan op Selfanizer en op movimento.merelslotman op YouTube zoeken. En dan heb je al mijn video's. Ga door. Waar we het net over hadden. Hè? Natuur bij geen licht keert naar binnen. En bij wel licht expandeert. En alle takjes zitten daar ook weer vol met bloesem en met blaadjes en met vrucht. Dus, en dat kan jij zijn. Maak dit een heel vruchtbaar jaar en een heel vruchtbaar leven. Oké, we zijn 10% onszelf. Oké, ik ga eventjes die zinnen doen die ik altijd doe. En dan halen we daar gewoon eventjes wat informatie uit. Neem nog alsjeblieft wat water. Ik, jij, wij. Wij willen, ik doe het met de emotie, maar wij willen onszelf zijn. Als je het niet wil, dan word je het niet, hè? Als je niet wil opstaan, dan ga je niet opstaan. Als je niet wil eten, dan eet je niet.
Als je niet wil groeien, dan groei je niet. Hè? Dus het eerste gaat om mis. Willen. We willen het niet. Wij kunnen onszelf zijn. Wij kiezen om onszelf te zijn. Wij zijn het waard om onszelf te zijn. We laten het verleden los en we zijn onszelf. Ik neem hem er even bij, hij hoort er niet in, maar we laten het patriarchale systeem los en we zijn onszelf. Anderen staan toe dat wij onszelf zijn. Nee, we zijn beter als voer. Oké, we zijn zo blij om onszelf te zijn. Die sterk, yes. We hebben één sterke, jongens. Oké. wat ik ga doen is deprogramming. Ik heb mijn boek er niet bij. Ik pak hem wel even, kan je het zien? Ik heb een reeks geschreven, die heet deprogramming. En dat zijn 3 boeken. Even kijken of dit ze zijn. Ja, dit zijn er 2. Ja, en 3. Dus deel 1. Als jij nog niet kunt spiertesten en je hebt emoties en je wordt getriggerd door anderen, kun je met deze ze in balans brengen. Kun je wel al spiertesten, dan is... ik zou wel beginnen bij nummer 1, maar nummer 2 is dan hoe je kan spiertesten bij jezelf en bij anderen. Wat er voor emotie onder de trigger zit en waar je hem kan helen. Is dat in dichtheden, in dimensies, in generaties vooruit, in levens terug, levens vooruit, in generaties terug. En als je dat kunt, deel 3, heel je potentieel. Dat gaan we dus nu doen. En dan kijk je, hè, als jij jouw potentieel wil leven, dat kan niet als je in de overleving bent. Dat kan niet als jij die kleine zet bent. Dat kan alleen maar als jij verbonden bent met de bron. Dus wat ik als eerste ga testen zijn 4 dingen, frequenties die wij nodig hebben om überhaupt hier ons beste zelf te zijn. En dat zijn liefde, licht, geluid en alle andere frequenties nodig om ons beste zelf te zijn. Dit zijn trouwens de 3 boeken. Die kun je als boeken kopen. Staan naast uitgelegd hoe dit werkt, allemaal voorbeelden in van balansen. Bij ieder boek hoort een video die je kan aanschaffen. Je kan ook kiezen voor alles in 1 keer en dan krijg je de boeken als e-book. En dan krijg je 1 e-book gratis. Dus dat is je winst. Je kan het ook met elkaar delen. Dan kijk je er samen naar. Dus doe dit intelligent. want het is een mooi spul. Dus voor mij, voor jou, voor alle groep mensen. Wij leven ons potentieel. Voor ons potentieel 40-40, 30-40, 20-40, 10-40, 0-40. Nou, dat schiet lekker op. Hè? Aan het einde van 100 dagen. Ja, ik denk ook, jongens, ik ben al vanaf mijn 22e ben ik dit aan het doen. En ik leef ook niet elke dag mijn potentieel. Ik moet daar soms echt voor vechten. Ik doe dagelijks balansen. Dus je kan dit prachtige leven creëren. Wake up. Schop onder je reet. Je moet er wel wat voor doen. Als je blijft hangen in je programmeringen, dan kom je er niet. Dit is echt iets wat niet vanzelf gaat. Oké. Gaan we. Ik test hem zonder modes. Dus als ik naar liefde kijk in onze groep. En die frequentie. Of die tot ons kan komen. Zodat wij ons potentieel kunnen leven. Nee. Licht. Nee. Geluid. Nee. Alle andere frequenties die we nodig hebben. Nee. Oké. Daarna test ik 2 dingen. En die zijn heel vaak geblokkeerd bij de mensen die prikken hebben gedaan. Dus als je prikken hebt gedaan in de laatste jaren. Ik zou zeggen, ga iets doen om te detoxen. Je mag mij een berichtje sturen. Dan stuur ik je wat ik meestal aanraad. Je mag ook kijken bij Irene van S. Van Praktijk Iedereen. En volgens mij is het mijn dubbel E. Moet je maar even kijken. Die heeft een heel mooi protocol met druppels erbij en een aantal supplementen. Hoe je het doet, doe je het. Maar dat spul moet uit je lijf. Want het blokkeert je hartchakra. Dat is je verbinding met je ziel. En je kruinchakra. En dat is je verbinding met de bron. Dus probeer maar je beste zelf te zijn met dat spul.
Dat kan dus niet. Je kan ook balansen boeken. Je hebt geen 100% garantie dat het eruit gaat, want het is nogal gemeen. De mensen die ik balansen geef, die knappen wel enorm op. Dan heb je wel minimaal 3 balansen nodig om een stuk verder te komen. Maar ja, kijk maar even hoe je het doet. Dus we gaan DNA checken en we gaan chakras checken. Dus DNA, als ik voor onze hele groep kijk, hè, dus mij, jou en de mensen die dit in de toekomst gaan kijken. DNA, test zwak. En chakras testen ook zwak. Dan test ik er... Ik doe even mijn rijtje. Dan kijk ik... ik ben nu bij de plexus solaris. Hart is uit balans. Keel is uit balans. Derde oog is uit balans. Kruin is uit balans. En hemel is uit balans. Oké, dus alles van het hart omhoog is uit balans. Wat ook wel klopt. Want de kleine Z hoort tot aan de plexus solaris. Hè, dus het overlevingssysteem, het ego. En alles erboven hoort bij de grote Z. En die is redelijk geblokkeerd. Hadden we net gezien. En dan gaan we nog naar ziel. Kijk, en dat is zo mooi. We kunnen echt hier helemaal geblokkeerd zitten te zijn. En die ziel is helemaal dik in orde. Dus onze zielen zijn oké. Onze mind, en dat is meer onze subconscious mind, onze programmeringen, onze beperkende overtuigingen, onze trauma's, die is uit balans. En ons lichaam, die is ook uit balans. Ja. Wanneer ik dit doe voor een klant, dan ga ik vaak ook helemaal in de diepte. Dus ik doe soms de orgaanreflexpunten die we in de vorige video deden, doe ik dan bij het lichaam. Om te kijken van, joh, wat is hier nou aan de hand? Bij de mind kan ik kijken, welke beperkende overtuigingen heb je last van? Dus ik kan hier op alle niveaus kan ik instappen om te kijken, mag ik meer informatie? Doen we nu niet, want ik ben al over het uur heen. Ik ben al dik over het uur heen. Ik weet, dat gaat niet lukken in 1 minuut 10, denk ik. Nou, voor mij, voor jou, voor de mensen die nog gaan kijken naar deze video, gaan we de correctie doen in dichtheden. In dimensies, in generaties vooruit, in levens terug, levens vooruit, komt-ie, in onze moederlijn, in onze vaderlijn, in onze vaderlijn. We gaan 0 generaties terug, we gaan 1 generatie terug. Dus we gaan allemaal naar ons vader. Of je hem nou kende of niet, je hebt echt een vader. Oh, en ik voel het al, we gaan eventjes de amygdala doen. Dus die heb ik niet getest, maar die voelde ik gelijk aankomen. Dit is ons fight-flight systeem. Onze vaders hebben ons geleerd om super onveilig te zijn. Waarschijnlijk omdat ze zelf super onveilig waren. En dat past enorm goed bij die linker hersenhelft. Alles proberen onder controle te houden. Alles te kunnen voorspellen. Alles in kaders. Alles in Excel sheets. Amygdala zijn 2 amandelvormige kernen in het brein en die detecteren gevaar. Dit komt uit LEAP. Dit is de eerste ingang. Dit test goed. Even kijken of hier switching is. Ja. Dus hier is switching tussen verstand en gevoel. Het is op het moment dat ons denken en onze intuïtie niet meer samenwerken, conflicteren, dan gaan we of heel erg rationeel proberen de boel onder controle te houden, of we gaan als een kip zonder kop, verliezen we ons in onze emoties. Dit is allemaal LEAP, jongens. Als je 2-3 jaar kinesiologie studeert, dan kan je LEAP gaan volgen bij mijn collega Ingrid van Niekerk van Praktijk Freedom. Choice of freedom. Freedom of choice. Zoiets. Oké, die test sterk. Dus de switching is eruit. Wij denken dat wij optimaal verbonden kunnen zijn met ons beste zelf. En wij geloven dat ook. Wij denken dat en wij willen dat ook. Heel mooi, heel mooi. Ik test even dit. Die test nog zwak. Meer van hetzelfde. Dan ga ik nog heel even door met LEAP. We gaan naar de cortex. Oké, cortex. Die 2 hersenhelften. Ja, daar hadden we het over, hè.
Dus als ik hier test, gaat hij hier al zwak. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar geautomatiseerd een beetje plus en min sommen. Keersommen wordt al te moeilijk. Algebra wordt helemaal moeilijk. Bovenste stuk doet het niet. En deze kant test helemaal zwak. En de verbinding tussen de twee hersenhelften test ook helemaal zwak. Dus, fysiologie. We halen eerst even de stress eraf. We kunnen gewoon niet eens nadenken, jongens. We zitten vast in een loopje met alleen maar herhalen wat we kennen. Dit wordt een langere video, jongens. Liep is fantastisch, alleen het gaat gewoon niet zo heel snel. Omdat je alles per gebiedje moet doen. Ik zit even te denken wie er in deze kijkersgroep liep hebben. Volgens mij niemand. Nou ja, dan moet je naar mij. Als jij denkt dat er iets geliept moet worden, dan moet je naar mij. Ah, oké. Okay. Kijken we nog even of er switching is. Ja. Tussen verstand en gevoel, die nemen we er even bij. We willen met twee hersenhelften nadenken en een werkend corpus callosum. En we denken dat dat kan. Nee, ook niet. Dus, we willen het niet en we denken ook niet dat het kan. Ja, dan kom je nergens, hè. Dan is het geblokkeerd. We zijn dit aan het doen voor onze vaders. Dus als je vader ineens, weet ik veel wat, op een schildercursus gaat. Of hij wil ook op yoga of op ballet. Of hij wil gaan paardrijden. Dan zou het zomaar kunnen dat zijn hersenhelft ineens gedeblokkeerd is. En dat hij het fijn vindt om te bewegen in plaats van stilzitten achter een computer. Wij willen dat onze hersenhelften optimaal functioneren en samenwerken. En we geloven dat het kan. Dat is mooi. Nog even kijken. Nu test hij sterk, dus ik hoef niet verder te gaan. Er is wel nog iets. Even kijken. Ja. Wat ik vaak doe, en dat is geen liep, maar dat is sausje van Merel. Kijk, zo'n brein is leuk. En dat zien we als onze intelligentie. Maar ja, mijn boek. Dit gaat over je brein. Dit gaat over je hele zijn. Die zet met die grote zet. Dus daar hoort je hart bij. Dus wat ik vaak doe is dat ik hart test en switching. Dat gaat goed. Maar we moeten even onderbuikgevoel erbij pakken. Dus ik pak even onze onderbuik. Dat is ook onze intuïtie. Die is uit balans. Ik pak gelijk de switching daarvoor. Die is ook weer tussen gevoel en verstand. Het is hetzelfde puntje. Op de amygdala wat we vasthouden. En wij willen dat onze intuïtie in balans is. Wij denken dat het kan. Nee. Ja, en die prachtige ziel praat juist vaak via ons hart en via onze intuïtie. Het ego is vaak heel druk met het hoofd. Dus tuurlijk moet dat hoofd in balans zijn. Want dan is dat geen stoorzender meer. Maar hoe prachtig is het als we gedragen worden ook door de vrouwelijke energie die ons voedt en dient en ons verbindt met het grote geheel. Oké, we willen dat onze intuïtie vrij functioneert en we denken dat dat kan. En nu nog alle drie de intelligentiecentra samen. Ja, geen switching, dus dat is mooi. More mode, test sterk. Oké, dan gaan we terug testen naar deprogramming deel 3. Nou, we hadden alles uit balans behalve onze ziel. Neem nog even een slokje water. Ja, die ziel is natuurlijk fantastisch, hè? Die ziel die snapt het wel. Nou, wij nog. Oké, komt-ie. Voor mij, voor jou, voor alle mensen die nog in de toekomst gaan kijken. Liefde, licht, geluid. Alle andere frequenties die nodig zijn om ons potentieel te leven. Sterk. DNA. Zie je dat die nu meegekomen is? Dus ook de mensen die de prik hebben gehad. Als je een hele mooie balans hebt gedaan. Dan kom je dus mee. DNA. Chakras. Ziel. Mind. Body. Yay! Sorry dat dat een beetje hard was. Yes. Oké. Nou, dan gaan we terug naar onze ingang. Ik. Jij,
Wij, alle mensen die nog in de toekomst gaan kijken. Wij zijn 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% in balans. Wij zijn 100% onszelf met een grote zet. Wij willen dat zijn, wij kunnen dat zijn, we kiezen om dat te zijn. We zijn het waard om dat te zijn. We laten het verleden los en we zijn dat. We laten het patriarchale systeem los en we zijn het. We laten het verleden los en we zijn het. En we zijn zo dankbaar dat we het zijn. Ik weet, dat heb ik niet meer gedaan. Ik weet niet meer ergens waar dat had gemoeten. We waren natuurlijk liep allemaal aan het doen voor onze vader. Dus we knippen even in onze vingers. En we zijn weer terug bij onszelf in het hier en nu. Ah, welkom. En ik hoop dat je je goed voelt. Reageer even onder deze video. Hoe het met je gaat. Wat deze video met je doet. Of je het herkent. En of je nog vragen hebt voor de laatste video. Als je nog niet alles hebt gekeken, geef even gas. Tot 11 april kun je alles gratis kijken. Daarna €25, daarna €75. Ken jij iemand waarvan je denkt, oh, die moet het ook zien? Deel hem alsjeblieft. Liken is fijn. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. Heb je nog niet mijn nieuwsbrief, vul even in. Zeg je van, nou Merel, dat is wel heel erg mooi spul, dat deprogramming. Ja, dat denk ik ook. 80-90% van mijn balans werk ik hiermee. Het vat namelijk alles samen wat ik kan en wat ik doe. Als een kapstok. En dat kan het voor jou ook zijn. Oh, dat is mooi. Ik dacht eerst dat mijn ziel nog wat wilde zeggen, maar het is moeder God. En die zegt dankjewel, 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 dankjewel. Dankjewel voor je liefde, dankjewel dat je hier bent, dankjewel dat je je hiervoor inzet. You are loved beyond measure. Er wordt zo onmetelijk veel van je gehouden. Denk nooit dat je de goddelijke liefde niet waard bent. Want je bent het zo waard. En je bent het. Je bent het zelf. Jij bent zelf de bron. Je was het alleen vergeten. Dus hou van jezelf. Wees jezelf. Je bent echt het leukst en het fijnst en het mooist als je jezelf bent. Nou, die mocht ik nog even doorgeven. Heel veel liefs. Fijn weer dat je hier was. Tot de volgende keer. Als je nog een videootje voor me wil maken. Heel graag. Als je nog een stukje tekst wil sturen. Heel graag. Want ik ga een pagina in elkaar draaien. Dus ik heb die spullen nodig. Als je twijfelt, als je het spannend vindt, laat me even weten dat je het wil doen en dat je het spannend vindt. En dan coach ik je er doorheen. Of niet, is ook goed. Voel maar. Vraag maar aan jezelf wat de bedoeling is. Heel veel liefs. Dankjewel dat je hier was.